Wat een vrolijk begin, zeg. The Rhythm of the Night. Ja, die is net voorbij, The Rhythm of the Night. Ja. Ja, we hebben als gast in de studio, die kan niet wachten om haar verhaal te vertellen. Auteur Sylvia de Wit, voor de tweede keer bij ons in de studio. De vorige keer bezig met een boek samen met Barbara Bandel. En op dit moment ben je bezig met een project om dieren te ondersteunen. En daar wil je graag alles over vertellen vandaag. Leuk. Goed, gaat gebeuren. Goed, we gaan praten met Sylvia. De liefde voor dieren spreekt eigenlijk overal uit, alles wat je vertelt. Hoe is dat zo gekomen? Is dat iets wat gewoon in jouw genen zit? Of? Misschien wel. Nou ja, we hadden altijd thuis heel veel dieren. Katten, honden, paarden. We hadden ook een pony. Mijn twee zussen en ik deelden we met z'n drieën. Een Belgje, geen Shetlander, maar een wat grotere. Mijn vader rijdt nog steeds paard. Mijn nichtjes rijden paard. Ja, eigenlijk altijd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat zijn dan allemaal huisdieren. Maar eigenlijk is het raar dat wij met Dierendag onze huisdieren helemaal vertroetelen. Maar eigenlijk andere dieren... Gewoon opeten bijvoorbeeld. Nou, en als gebruiksgoederen zien. En als productie van varkens. En ik ben geen drammer. Ik ben verre van een geitenwolle sok trouwens ook. Ik hou ook helemaal niet van... Je hebt ook geen geitenwolle sokken aan vandaag, zien. Even kijken, hoor. Ik ga het even controleren. Nee, het is niet zo. Nee, maar als je je wat meer gaat verdiepen in... bijvoorbeeld een varken is intelligenter dan een hond. Een varken heeft zelfs de intelligentie van een 5-jarig kind, wordt er verteld. Oh ja? En ja, ze kunnen ook beter ruiken dan honden. Een neef van mij, Allard de Wit, is hoefsmid, die heeft een varkentje thuis. Ze luisteren naar hun naam, die doen ook van alles. Die zinnelijk maken en die zijn echt heel erg hele slimme beestjes. In de ondraaglijke lichtheid van het bestaan komt ook een varken voor, wat als huisdier gehouden wordt. Oké, ja. Dat is ook een boek. Ja. En dan wordt inderdaad ook het varken als intelligent afgeschilderd. Ja, precies. En als je dan nagaat dat die eigenlijk alleen maar in het donker leven. Er wonen meer varkens dan mensen in Nederland. We zien er nooit één. Ja, alleen op weg en de snelweg zie ik ze wel eens, hè, in die veewagens, die transporten. Allemaal opgesloten in stallen. En dan zie je die snuitjes bij die veetransporten even naar buiten. Het is volgens mij het eerste keer dat ze daglicht zien. Die varkens. Dus... En wat ik dan ook afschuwelijk vind, als je erin verdiept, is hoe die beren, mannetjesvarken, beer, dat die eigenlijk voor de consument altijd gecastreerd worden. Maar gewoon die balletjes, die worden gewoon zo uit hun lijf gerukt zonder verdoving, John. Oh. Daar moet je niet aan denken, hè? Nee, daar moet je niet aan denken. Nou, en dat soort dingen, ik vind het gewoon barbaars. En dat zijn normale praktijken, want ik heb me daar nooit zo in verdiept. Ja, daar denk je niet aan als je die speklap zit te eten, hè? Nee, dat zou dan moeten veranderen. Nou, in eerste instantie al die enorme bio-industrie mag van mij op de schop. Ik snap ook wel dat ergens voor de boeren. Ja, dierenwelzijn, ik vind dat belangrijker dan op een gegeven moment die boeren. Ik denk dat ze dan andere wegen moeten zoeken om hun bestaan te kunnen uitoefenen. Misschien meer biologisch vlees. Mensen hebben ook niet zoveel vlees nodig. En er wordt dagelijks vlees gegeten en dat zou minder kunnen, zeg jij. Ja. Nou, straks veel meer, want je bent dierenactiviste. Op verschillende manieren. En dan dat vind ik wel. Dat klinkt radicaal. Maar je zet je wel in voor dieren op verschillende manieren. Ja, dat is ook eigenlijk... op een positieve manier. Want ik wil het altijd het positieve belichten en niet het negatieve. Snap ik. Daaraan vond ik het ook goed dat de Partij voor de Dieren werd opgericht. Omdat zij dingen ook op een positieve manier willen bewerkstelligen. En niet met harde actie. Ik hou wel van het harmonieus. Om dingen op een rustige manier voor elkaar te krijgen. Dus je wil wel zichtbaarheid en aandacht aan dingen geven. Maar niet op een hele... Manier die zeg maar met protesteren en met harde acties. Niet op die manier. Want dan jaag je andere mensen tegen je in het harnas. Het is jammer dat die partij nodig is. En gelukkig zijn er daardoor andere partijen die zich ook steeds meer dierenwelzijn in hun programma zetten. Ja, dus je voelt je daar ook wel bij betrokken bij de Partij voor de Dieren op jouw manier. Ja. Ik weet ook van jou toevallig dat jij, als je dieren neemt, dat je dan ook dieren kiest die het misschien minder goed hebben. Ja. He, als je huisdieren neemt. Ja, goed. Je ziet heel veel rashonden. Hè. Je struikelt over de chocoladebruine labradors. Ik denk, je kunt net zo goed een zielige hond uit het asiel nemen. Of een ex-zwerfhond uit het buitenland. Er zijn ook voor's en tegens. Maar ik denk, waarom zou je zoveel honden fokken? Daarbij zijn heel veel rashonden. Die hondjes die Pim Fortuyn had, die King Chevalier. Daarvan is bekend dat hun schedel te klein is voor hun hersenen. Dus dat heeft te maken met het fokken? Ja. Die hond, nou, de consument vindt dat leuk. En die hondjes hebben dus altijd hoofdpijn. Of die buldogjes met die platte neus. De consument wilde steeds meer een plattere neus. Nou, die honden, ik kom ze ook wel eens tegen, die hijgen. Krijgen bijna geen lucht. Hebben het altijd benauwd. Ja, ik snap dat niet. Er zijn zoveel leuke dieren, geef die dan een goed tehuis. In plaats van dat er zo nodig weer zoveel gefokt moet worden. Een dier in huis te nemen wat nu niet goed heeft. Ja. En wat jij een goed thuis kunt geven. Ja, absoluut.
ook met de fokken. Je hebt ook heel veel broodfokkers, hè? Illegale fokkers. Die teven die maar elke keer jongen moeten werpen, die leven ook in erbarmelijke omstandigheden, in donkere schuren. En dat komt allemaal echt in Nederland voor. Die en daarna voor oud vuil worden weggegooid als ze jaar na jaar jongen moeten werpen. En alleen maar omdat de consument per se een bepaald ras wil. Ja, maar er is toch nog veel te doen. Je bent wel geneigd om daar ook iets mee, echt iets op touw te zetten. Je bent nu bezig met een verhalenbundel samen met een aantal andere schrijvers. Hoe is dat ontstaan, dat idee? Roos Baum is een schrijfster en zij woont in Frankrijk. Wij leerden elkaar kennen op Twitter. Roos Baum werd getriggerd doordat ik mijn profiel op Twitter is komt op voor dieren. Nou, zij is helemaal voor de dieren. Heeft wel 11 dieren, geloof ik. Zij heeft een hele mooie bestseller geschreven, Valse Sali. En Roos en ik mailden wel eens wat over en weer. En toen zei ze, oh, wil jij dit verhaal eens lezen? Want dat heb ik voor een goed doel geschreven. Voor depressieve kinderen. Ik zei, nou, zullen wij dan eens wat gaan doen voor een goed dierendoel? Nou, dat vond ze een heel goed idee. Nou, toen zijn we allemaal schrijvers gaan benaderen. Want eigenlijk wil je dan ook bekende schrijvers. En er zijn er heel veel in Nederland. Waaronder Kees van Kooten, die ook lijstduur is van de Partij voor de Dieren. Annemarie Posma. Judith Visser is een hele bekende thriller-auteur die ook heel veel met dieren heeft. Ja, ook Mensje van Keulen en Suzanne Smit. Ja, Mensje van Keulen. Een leuk kort verhaal geschreven waarin ook een dier voorkomt, een kat. Suzanne, die onder andere columniste is in de Happiness. Ja. Nou ja, die hebben allemaal wat met dieren en die konden wij bereiken. Ja. En Thomas Oldeheuvelt erbij. Ja, want dat werd door Crime Zone de sensatie van 2013 genoemd. Daar zijn roman Hex. Dus die heeft een ontzettend leuk verhaal aangeleverd ook. Martin Gauws heeft bijvoorbeeld een verhaal geschreven. Marianne Thieme heeft een heel mooi pleidooi geschreven. Okay, natuurlijk mooi, over, ja, over dierenleed. En het is echt een hele gevarieerde bundel. In de bundel komen ook alle schrijvers met hun huisdier op de foto. Hoe heet het eigenlijk, het boek? Mijn liefje, wat wil je nog meer? En dat heeft Roos Baum uitgezocht, die titel. Naar aanleiding van een lied van Annie M.G. Schmid. Vluchten kan niet meer, want deze dieren konden ook niet meer vluchten. Eerst even over dat boek. Er staan verhalen in, gaan over dieren. Ja, er staan ook columns in, verhalen en ook gedichten. Dus eigenlijk van alles wat. En ook fictieverhalen en non-fictie. Ik zelf heb een fictieverhaal geschreven, een trillerachtig verhaal. Over een dier? Nou, waarin hier meerdere dieren voorkomen. Okay. Het is echt een thriller. Het is al bijna klaar, hè, project? Ja. Wordt het uitgegeven door een uitgever? Of ja, is door een Droomvallei uitgeverij. Okay. Ja, Esther, de eigenaresse daarvan, vond het een prachtig initiatief. Dus zij heeft eraan meegewerkt. Ja. Het boek is bijna klaar. Het wordt gepresenteerd in de buurt van Nijmegen. Ja, in Hotel Erika in Bergendal op 4 oktober. Daar wordt vindt de feestelijke presentatie plaats. Is dat een openbare gelegenheid? Jazeker. Ja. Maar wat ga je dan doen tijdens die presentatie? We hebben een dansschool uit Nijmegen. Flex Studio. Okay. Die verzorgen een dansoptreden. Leuk. Ja. Nou, we zoeken eigenlijk nog een geweldige bekende Nederlander die het presenteert. Ja, ik zat zelf ook te denken aan Loretta Schrijvers, hè, die Koffietijd presenteert. Want die is ook bij de Stichting Mijn Lief geweest. Dat is ook een dierenliefhebster. En goede presentatrice en journalist. Er zal vast een bekend persoon bereid zijn om dat te doen. Ja. Maar mochten zich BN'ers aangesproken voelen en toevallig luisteren naar Komdruut, dan... Ja. Ja. Het is 1795. Krijgt een mooie harde kaft. En de opbrengsten daarvan gaan naar de Stichting Mijn Lief. En ik ga 31 augustus daar naartoe. En er is een open dag bij de Stichting Mijn Lief. Het is een stichting dus die dieren opvangt? Ja, die mishandeld zijn en of verwaarloosd. En die eigenlijk afgemaakt moet. Die zat in eerste instantie in Rokanje. Maar daar werd hun terrein veel te klein. Dus ze moesten uitwijken naar Duitsland. Want ze hebben daar heel veel hectare en ze vangen daar ik weet niet hoeveel dieren op. Nou, en die stichting waarom Roos Baum en ik daarvoor gekozen hebben is omdat ze niet één soort dier opvangen, maar heel veel. Ja, Stichting Mijn Lief. Mijn Lief is de naam van een geit die daar zwaar verwaarloosd en mishandeld binnenkwam en ook nog eens zwanger was. En die is toen helemaal opge... Want dat waren gewoon mensen? Was een echtpaar of zo? Nee, twee jongens. Mark Winters en Lothar Vermeulen heten ze trouwens. Oké, en die zijn nog steeds de spil van de stichting. Ja, zeker. En die bieden ze daar een permanent tehuis. Het is dus met die geit begonnen en zijn er steeds meer dieren geworden. Ja. Allerlei soorten dieren. Ponies, hert, vogels, konijnen, katten, honden, schapen, hangbuikzwijnen. Ja, van alles. En al die dieren hebben een eigen verhaal dat gewoon eigenlijk niet zo leuk is. Ja, ze hebben vaak ook een achterstand opgelopen die niet meer in te halen is. Maar ze mogen daar gewoon
zijn wie ze zijn. Mogen zijn hoe ze kunnen gewoon zichzelf zijn, de dieren daar. Oké, en die worden dus gewoon tot hun dood dan opgevangen en goed verzorgd door die twee jongens. Ik neem aan dat ze wel meer mensen inmiddels hebben die daar handje werken. Handjevol vaste vrijwilligers, die bieden dagelijks hulp. Dus het draait op vrijwilligers en verder wordt alles bekostigd door giften van particulieren? Ja, donaties. Dus wij zoeken zelf ook nog sponsoren voor onze verhalenbundel. En als ze willen sponsoren, krijgen ze het boek sowieso gratis. En dan kunnen ze sturen naar info@sylviadewit-publicaties.nl. En dan komt hun naam als dank ook in het boek. Omdat de drukkosten, die moeten wij financieren. En anders gaat alles weer af van het geld voor de Stichting Mijn Lief. Oké, nou ik neem aan dat ze daar heel blij mee zijn. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is nog niet helemaal rond dus. Maar tegen die tijd publiceer je daarover, neem ik aan. Gaat dat ook via de website van de Stichting Mijn Lief of doe je dat anders? Ik denk ook via hun website, www.stichtingmijnlief.nl. En ik stuur persberichten. Jij hebt ook een website, geloof ik? Ja, sylviadewit-publicaties.nl. Oké, nou heel leuk dat je wilde zijn in ons programma vanmorgen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Laat je tegen de tijd even weten, want dan kunnen wij dat nog eventjes hier meenemen in het programma. Oké.